Dankjewel Remco. Goedemiddag allemaal. U zult wel denken, wat heeft hij nou om? Het lijkt wel een of andere burgemeester. En er was net ook iemand die het leuk vond dat hij eindelijk met een burgemeester kon kennismaken. Maar dat is dus niet het geval. Ik sta hier niet als voet- en enkelchirurg. Ik sta hier niet als orthopeed. Maar ik sta hier inderdaad als voorzitter van de Nederlandse Orthopedische Vereniging van de NOV. En bij die functie hoort deze ketting. En ik denk, ik doe hem om. Ik laat hem zien, want het is een prachtige ketting. Zilver, met allemaal schakels. En nou was er beloofd dat dit op de een of andere manier zichtbaar zou worden gemaakt. Maar ik weet niet of ik de goede kant uitkijk. Waar moet ik heen kijken? Oh, daar. Ja, dat is hem dan. U kunt zien, het is een scheef boompje. Dat via banden of een touw aan een paal recht wordt gelijnd. En zo is het is het symbool van de orthopedie. En het komt al uit de 18e eeuw. Het is het eerst, kon je het zien en lezen in een boek van Nicolas Andry. En zo is de orthopedie begonnen, namelijk als de behandeling van scheefgroei bij kinderen. En het corrigeren van scheve ruggen, van scheve extremiteiten, ledematen. En de beginnende orthopedische, ja, waren geen chirurgen, waren orthopeden, waren eigenlijk heelgymnasten die zich door middel van oefening en manipulaties en ook door allerlei vreselijke instrumenten en corsetten en beugels probeerden ruggen en ledematen weer recht te trekken. Of recht te doen groeien. Ja, inmiddels is er heel veel veranderd. En volgend jaar bestaat de NOV 125 jaar. En die niet-operatieve behandeling is nog steeds een belangrijk facet van ons werk. Maar daarmee werken we heel veel samen met andere zorgprofessionals, met fysiotherapeuten, met paramedici. En juist de operatieve, de chirurgische behandeling is enorm toegenomen. En daarmee kunnen we heel halstarige en ernstige problemen aan de gewrichten, de botten, de pezen en de spieren behandelen. En het doel is dat mensen in beweging blijven. En het motto van is dan ook: orthopedie houdt Nederland in beweging. Wist u dat de spontane loopsnelheid bij ouderen even voorspellend is voor de levensverwachting als de chronische ziekte van die patiënt, roken, bloeddruk, gewicht en het aantal ziekenhuisopnames samen? Dus lopen is een ontzettende belangrijke biomarker, zoals ze dat dan noemen. En het heeft ook alles te maken met sociale participatie. Dus het bewegen, het in bewegen blijven, dat houdt de mensen vitaal, gezond, zelfredzaam en gelukkig. En het voorkomt ook gezondheidsschade. Dus van jong tot oud in beweging brengen of houden, dat is het allerbelangrijkste en het hoogste doel van de NOV. Remco die heeft me gevraagd om iets over, ja, het thema was licht. En hij zei, ja, je kunt wel wat vertellen over innovaties en over nieuwe technieken in de orthopedie. Ja, dat vind ik helemaal, dat vindt hij leuk. Licht. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik als bestuurder eerder een beetje aan duisternis zat te denken. Want we leven in de naweeën van de coronapandemie. Er is een oorlog aan de gang, misschien wel een kernoorlog. Er is een enorm tekort aan brandstof. De inflatie is aan het stijgen. We hebben een klimaatcrisis. Populisme, allerlei ellende komt op ons af. Dus eigenlijk best wel een donkere tijd, toch? En laten we dan eens inzoomen op de gezondheidszorg. Wat zijn de voorspellingen voor 2040, voor 2040? Er zijn nu 1,4 miljoen 75-plussers en dat worden er 2,7. Dus bijna twee keer meer. Er worden 2,5 keer meer 90-plussers verwacht in 2040. En dat terwijl het aantal mantelzorgers, dus mensen tussen de 50 en de 74... de voorspelling is dat dat 60% minder wordt. En het ook een voorspelling is dat er 21% meer mensen zullen zijn met meerdere chronische aandoeningen. En het aantal mensen met
artrose gaat stijgen naar 3 miljoen, bijna 2 keer meer. En dat zijn allemaal mensen met potentieel problemen aan hun steun- en bewegingsstelsel. Oké, zult u dan wel zeggen? Dan moeten er gewoon meer mensen in de zorg gaan werken. Dat zijn er nu 1 op de 7, dat zou er dan 1 op de 4 moeten worden. En dat kan dus niet. Bovendien is er momenteel al een leegloop, er is al een arbeidsmarktprobleem. Ook de kosten mogen niet groeien. We geven er nu met z'n allen al 90 miljard aan uit per jaar. Dat mag in 2024 stijgen naar 100 miljard en dat mag misschien een beetje meer stijgen nog. Maar het adagium van de regering is minder, meer. Hoe wil men dit oplossen? Is er een plan? Ja, er is een plan. En dat plan dat heet dan het Integraal Zorgakkoord. Hoeveel van u hebben daarover gehoord? En hoeveel van u hebben het misschien gelezen? Ik denk dat onze directeur nu wel zijn hand omhoog steekt, maar het is een heel rapport. Het is een akkoord dat nu afgelopen september is ondertekend. Het heet Integraal, omdat alle partijen die met de zorg te maken hebben, daarbij betrokken zijn geweest. Dat is dus het ministerie van VWS, dat is het Zorginstituut Nederland, de Nederlandse zorgautoriteiten, de verzekeraars, de gemeenten. Aan de andere kant de dokters, de Federatie van Medisch Specialisten, mensen uit de geestelijke gezondheidszorg, de ziekenhuizen, dus zelfstandige klinieken in Nederland, de Nederlandse Federatie van Universiteiten, alle andere ziekenhuizen en natuurlijk ook de Nederlandse Patiëntenfederatie en de thuiszorg. En dan moet je zich bedenken dat de NOV is 1 van de 32 leden van de federatie. Dus zoveel hebben wij in te brengen bij deze 15 partijen. En wat mag er nou eigenlijk absoluut niet veranderen? De toegankelijkheid van de zorg mag niet veranderen. De kwaliteit van de zorg mag niet veranderen. En het moet betaalbaar blijven. En wat heeft men nou bedacht om dit zo te kunnen houden? Er zijn 3 belangrijke sleutelwoorden. Nieuw is eigenlijk dat men veel meer aandacht wil schenken aan preventie en aan gezond leven, aan leefstijl. En dan zijn er nog passende zorg en samenwerking. Nou, die passende zorg is natuurlijk heel belangrijk en daar verwacht men heel veel van. En wat is dat nou eigenlijk? Dat is de hoeksteen van al die afspraken. Nou, 1, het is waardegedreven zorg. Ja, zult u zeggen, dank je de koekoek, natuurlijk moet het waardegedreven zijn. Zo heb ik het ook geleerd van mijn opleider. Natuurlijk moeten we kijken of iemand wel gebaat is met een behandeling, of het wel de moeite waard is voor die persoon, maar ook of het kosten waard is. Natuurlijk moeten we geen behandelingen adviseren waar geen wetenschappelijk bewijs voor is, of waar heel weinig wetenschappelijk bewijs voor is. En natuurlijk moeten we ook steeds meer gaan nadenken van ja, is het wel waard? Misschien moeten we toch een beetje naar de kosten gaan kijken. Al dat soort zaken. En er is ook nog iets anders bijgekomen, namelijk dat we iets meer moeten nadenken over het maatschappelijk belang. En er komt ook nog bij dat de behandeling we moeten eigenlijk meer denken aan gezondheidswinst en niet zozeer aan ziekte. Nou, en dat vindt de NOV eigenlijk wel heel erg fantastisch. Want de NOV, we willen juist met onze kwaliteitsregistraties aantonen hoe belangrijk die behandelingen zijn die we bieden en die we doen voor die patiënten, niet alleen als individu, maar ook juist voor haar of zijn omgeving. Wat het maatschappelijk belang is van de orthopedische behandelingen. Dus denkt u niet alleen maar aan de heup- en de knieprotheses, maar denkt u ook aan een jonge vader die bijvoorbeeld vanwege schouderproblemen al een jaar lang niet meer zijn werk kan hervatten, die dankzij een operatie aan de schouder na 3 maanden toch weer aan de slag kan. Of denkt u aan een oudere dame die alleenstaand is geworden, die nog heel goed is eigenlijk, goed voor zichzelf zou kunnen zorgen, maar door een probleem aan de enkel niet meer de boodschappen kan doen, niet meer buiten komt, afhankelijk is van de familie, naar de fysiotherapeut moet, naar een schoenmaker moet, allerlei toestanden. Stelt u zich voor dat ze na een aantal maanden weer zonder pijn goed kan lopen, wat een verandering dat biedt voor haar omgeving, voor haarzelf, voor haar eigen geluk, voor haar zelfstandigheid, et cetera, et cetera. En dat willen we heel graag in kaart brengen
en uitwisselen met het publiek. Passende zorg gaat ook over samenwerking. Dus het leveren van zorg in netwerken. En zorgen dat een patiënt dus de juiste zorg krijgt op de juiste plek. Grofweg, als je iets niet goed kan, dan moet je het niet doen. Dan laat je het een collega doen. Of als je met een groep iets niet goed kan, dan ga het dan als groep oppakken en als team zorgen voor die hele goede zorg. Regel die zorg ook rondom die patiënt. En dat doen we eigenlijk al in de orthopedie. We hebben natuurlijk al onze kinderorthopedische centra. We hebben al de zorg voor kanker van de botten en de gewrichten en de spieren. We hebben al geconcentreerd. Dat is precies wat de minister wil. Zeldzame zorg, dus complexe zorg, wat heel laag volume is in bepaalde centra. Denk ook bijvoorbeeld aan het loop-expertisecentrum in de Sint Maartenskliniek. De samenwerking tussen de orthopedie en de revalidatie. En ook de samenwerking tussen Sint Maartenskliniek en het Radboud UMC. Mooi toch? Dus het gaat om netwerken binnen het ziekenhuis, tussen de ziekenhuizen, binnen de orthopedie, tussen de verschillende medisch specialisten, regionaal en landelijk. En daar wordt heel veel van verwacht. En ook natuurlijk, als het ergens goedkoper kan en net zo goed en efficiënter, waarom niet dan daar? Moeten we ook niet veel meer ons best doen om de eerste linie te versterken? En nu kom ik eigenlijk pas op de crux van mijn verhaal. Want in het programmaboekje kunt u lezen de Nederlandse Orthopedische Vereniging en de verlichting. En wat bedoel ik daar nou mee? Die verlichting heeft natuurlijk te maken met een andere manier van denken, met een ander gedrag. En de Nederlandse orthopeden, die moeten en die kunnen ook inspelen op al die zaken die ik net besproken heb. En er komt nog iets bij eigenlijk. De orthopeden zijn in de afgelopen decennia misschien wel een beetje te veel naar binnen gericht geweest. We zijn eigenlijk een beetje te veel met onze eigen winkel bezig geweest. Lekker hard doorwerken en dan blijft het allemaal wel goed. Dachten we. Totdat de coronapandemie kwam. En ik weet niet of u het zich kan herinneren, maar ik deed mij elke keer weer pijn. Want bijna wekelijks kon je Ernst Kuipers op de televisie horen roepen: ja, die heupen en die knieën, die kunnen wel wachten. Dus die zorg voor onze patiënten werd het eerste afgeschaald. En die wordt bij wijze van spreken ook het laatste weer opgeschaald. Die wordt niet gezien als urgent. Niet zo belangrijk. Door geen van de partijen. Binnen ziekenhuizen hoorde ik collega ook zeggen dat hun andere collega's het eigenlijk ook niet zo belangrijk vinden. Nee, je gaat er niet dood aan. Maar het is natuurlijk wel heel erg om door je pijn niet meer te kunnen staan en gaan en onafhankelijk te worden of je baan te verliezen, et cetera, et cetera. En we hebben daar binnen de Nederlandse Orthopedische Vereniging over nagedacht. We hebben zelfs hulp ingeroepen van professionals om te kijken hoe dat nou komt, hoe we daaraan kunnen veranderen. Hoe kunnen we de zorg voor onze patiënten beter op de kaart krijgen? En het antwoord is eigenlijk, geheel passend binnen het Integraal Zorgakkoord, samenwerken. Dus de boodschap was dat we eigenlijk uit die tunnel moeten zijn, niet meer naar binnen gericht, maar naar buiten moeten treden. Ja, Remco, naar het licht. En de overtuiging bestaat dat als we dat in een veel intensievere samenwerking met andere beweegzorgprofessionals doen, dat we dat dan goedkoper kunnen doen en met een betere kwaliteit. Maar er zit ook nog een andere gedachte aan. En die andere gedachte is dat als we samenwerken, dat we dan inderdaad sterker staan. En dat we dan inderdaad een meer body hebben naar andere partijen toe om die zorg voor onze patiënten op de kaart te brengen. En wie zijn nou dan die partners? Nou, kijk naar de Sint Maartenskliniek, reumatologie en revalidatiegeneeskunde. Maar ook de sportartsen, ook de fysiotherapie, ook de paramedici. Denk ook aan kaderhuisartsen
En wellicht zelfs ook aan traumachirurgen als het gaat om de behandeling van fracturen. En belangrijk daarbij is dat niemand de baas is. Iedereen heeft zijn eigen specifieke expertise. En de expertise van de orthopeed is dat hij heel goed de relatie kan leggen tussen de biomechanische veranderingen die worden geconstateerd en het klachtenpatroon. Wij kunnen ook het beste inschatten en met de patiënt bespreken of een operatieve behandeling bijvoorbeeld wel of niet iets zal opleveren voor die persoon en hoeveel. En uiteraard zijn wij ook degene die die operatieve behandeling uitvoeren. Maar wellicht dat een ander die behandeling veel beter kan nabehandelen dan wij. En ik heb in de loop van vele jaren Maaskliniek ook wel heel veel geleerd van revalidatieartsen. En ik weet heus mijn plek wel als het gaat om het steun- en bewegingsstelsel. Dus we kunnen elkaar versterken en het gaat om de zorg rondom die patiënt. Niet alleen binnen het ziekenhuis, maar ook liefst daarbuiten. Dus kunnen we dan ook die eerste linie versterken? En er zijn al hele mooie voorbeelden in het land waarin dat gebeurt. En het idee is, en dat verwacht men dan van die passende zorg, snelle diagnose. De patiënt weet zo snel mogelijk waar hij aan toe is. Dus meteen een goed beleid, geen onnodige diagnostiek, geen onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis. De verwijzingen naar het ziekenhuis die wel worden gedaan, die zijn nuttig voor die patiënt en ook voor de dokter aan de andere kant in die tweede linie. Maar wat daarbij belangrijk is, is dat wij, de orthopedie, we zijn daarbij niet de regisseur. Wat we wel willen zijn, is de aanjager. We willen wel het initiatief nemen. En dat is dus die verandering, dat is die verlichting waar ik het over heb. Dus van naar binnen gericht, onzichtbaar, naar buiten, zichtbaar. Van beter weten naar samen weten. Van eindexpert, solistisch, naar kennis delen, interdisciplinair. Van concurreren, een eigen belang, je eigen winkeltje, naar samenwerken, collectief belang. Van intramuraal, lokaal, naar extramuraal, regionaal. En in die richting zullen de orthopedische vakgroepen zich moeten ontplooien. En ook de andere vakgroepen binnen de ziekenhuizen en binnen de regio. En de NOV die gaat hierbij ondersteunen. Maar dit gaat natuurlijk nooit lukken zonder de steun van de ziekenhuizen, van alle andere partijen en alle andere spelers in zo'n regio. En dat is wel waar ik me dan een beetje zorgen over maak. Van er zijn heel veel spelers, maar wie is nou eigenlijk de dirigent? Maar de NOV blijft enthousiast. En ik ga dan ook lichtvoetig eindigen met het manifest. Probleemloos bewegen, dat is onze inzet. Het houdt mensen vitaal, productief, zelfredzaam en gelukkig. Als bewegen niet probleemloos gaat, dan helpen wij onze patiënten vooruit. Om beweegzorg in de toekomst beheersbaar te houden en de kwaliteit te verhogen, moeten wij, orthopeden, in beweging komen. En dat doen we samen met het hele netwerk van zorgprofessionals die met elkaar de beweegzorg vormen. Ieder zijn expertise. Dat leidt tot het best mogelijke resultaat. Dank u wel voor uw aandacht.